Nou, dames en heren, ik weet niet hoe het met jullie zit. Ik word zelf helemaal gek van het thuiszitten. Dus ik probeer mezelf lekker bezig te houden. Nou, natuurlijk ben je thuis op een beperkterrein attributen. Je hebt niet zo'n hele mooie sportschool waar je lekker mee kan trainen. Maar toch kun je best wel een goede workout in elkaar zetten. Als je een beetje creatief omgaat met wat je in huis hebt. Voor de workout die ik neer ga zetten heb je maar een aantal dingen nodig. Je hebt een plek nodig om te zitten, een stoel, maar niet zoveel uit wat. En twee gewichtjes. In mijn geval heb ik er nu even twee melkpakken voor gebruikt. Maar het kan eigenlijk alles zijn als het een beetje gelijk gewicht is. Dus ga even door je huis heen, zoek wat uit waar je lekker een beetje mee kan trainen. En dan gaan we de workout in. De details van de workout gaan we precies uitleggen in de stories. Dus ga zo meteen even naar die Instagram toe van ons of die Facebook. Ga de stories door, dan zal ik alle oefeningen één voor één even doorlopen. Dus ik hoop dat we jullie daar gaan zien en dat jullie veel plezier mee gaan hebben. Eén. Oké, beste sporters, we gaan aan de slag met oefening 1. Oefening 1 is een samengestelde oefening. We gaan dus twee bewegingen daarin maken en die snel achter elkaar proberen te doen. We gaan steeds door tot falen. Dat betekent dat we echt doorgaan tot we niet meer kunnen bij die oefening. Het eerste gedeelte bestaat gewoon in de push-up. Bekende oefening voor veel mensen. Ik zal even een aantal varianten laten zien daarvan. Wat je gaat doen, je komt in voorlegsteun, terwijl een hoge plank. Probeer je schouderbladen bij elkaar te knijpen. Dan gaan we met de ellebogen dicht bij elkaar omlaag en dicht omhoog. Probeer je lichaam als een plank te houden, buikspieren aangespannen. Wat ook mag, is doorgaan met de knieën. Het blijft doen dat je niet meer kan. Hè? Dat je niet meer kan betekent dat je techniek achteruit gaat, dat je het niet meer mooi kan uitvoeren. En dan gaan we meteen door naar de volgende oefening. Even komen we zitten op een stoel of een bankje. Maak onze borst groot, schouders naar achteren. En we gaan de gewichtjes naar voren optillen. Blijf spanning houden op de borstspier. Als ik mijn schouders naar voren ga bewegen, gaat de spanning eraf. Dus probeer die schouderbladen bij elkaar te houden. Weer tot falen. Hè? Dus dat betekent dat we niet meer met een mooie techniek kunnen bewegen. Dat is oefening 1. Succes! Oké, dan gaan we door met oefening 2. We hebben weer onze melkpakken en een stoeltje daarbij nodig. Het eerste gedeelte van de oefening is een side raise. Probeer hier weer bij die schouders lekker naar achteren te trekken en spanning te zetten op de rug. Dan gaan we mooi rustig opzij. En ook weer rustig terug. Blijven spanning houden op de schouders. Dat betekent dat de armen niet te veel komen hangen tijdens deze beweging. En ook hierbij gaan we door tot falen, oftewel tot de oefening niet meer goed uitgevoerd kan worden. Zijn we op dat punt aangekomen, dan gaan we meteen door naar oefening 2. Dan gaan we pakken omhoog. En dan gaan we omhoog uitdrukken. Als je hier flink tempo in maakt, dan zul je die verzuring niet echt gaan voelen. Dus probeer echt spanning te houden op de spieren. En weer door te gaan tot de spieren niet meer kunnen en jij hem niet meer mooi kan uitvoeren. Dat is oefening 2, succes ermee. 1. Oké, derde oefening in deze serie. Gaan de melkpakken recht omhoog. Probeer onszelf helemaal uit te strekken. De ellebogen die zetten we vast op de plek. Dus ik ga nergens mee heen. Hier ga ik rustig zakken en helemaal uitstrekken. Hierbij gaan we door tot die spieren echt niet meer kunnen. Laat ze lekker opbranden, als we er doorheen zijn, hebben we alle drie de oefeningen gehad. Dit hele circuitje gaan we 3 keer herhalen. Dus je gaat elke oefening 1 voor 1 door. Als je ze alle 3 gedaan hebt, begin je weer opnieuw. 2 keer achter elkaar, en dan hebben we 3 series gedaan in totaal. En dan zet je workout erop voor vandaag. Succes aan jullie allemaal.